Alpe d'Huez vindt dit jaar plaats op 3 en 4 juni. Donderdag 16 januari vond de restaurantactie plaats van het team Krimpenerwaard in 14 restaurants in de regio. Toen de deuren waren geopend, konden de deelnemers genieten van een driegangen diner van 30 euro, waarvan 20 euro bestemd was voor het team Krimpenerwaard. 1081 stoelen brachten het totaalbedrag op van 22.620 euro. De berg is 13,8 kilometer lang en die heeft een stijgingspercentage van 9%. Danny, jij zit bij ons in de hardloper en wij hebben het er net even over gehad. Als jij voor zaterdag helemaal kaal scheert, dan leren wij 125 euro. Ja. Geven over de Team Krimpenerwaard en wat we doen en waar het geld naartoe gaat zometeen. Nou ja, dat allemaal. Dus initiatief vanuit RTV Krimpenerwaard en het contact. En dit jaar gaan we met 23 deelnemers die kant op.
restaurantactie van de Alpe-Zes. Super dat jullie er allemaal zijn. Het is voor een super doel. We zijn er blij mee dat iedereen toch dezelfde opkomst is gekomen. We zijn er heel blij mee. En we hopen dat iedereen een gezellige avond heeft, heerlijk eet en vooral dat het gezellig is. Dus waar gaan we van start? En, we doen dadelijk nog even een, na de hoofdmaaltijd nog even een praatje, maar dat zie je dan te zijn de tijd al. Maar voorlopig. We willen jou bedanken. Zo. Gisteren heb je nog gehad, ik wil iets op kunnen hangen dat ik mee heb gedaan. Zo, dankjewel. We vinden het super tof dankjewel. Dat je restaurant ter beschikking hebt gesteld dankjewel. Voor ons. Nou, en voor Team Krimpende Waard. Nou, ik vind het heel mooi. Dat is dankjewel. Goed, hè? Wij hebben zeg maar sponsors gezocht. En jij bent er één van. En wij hebben afgesproken, we willen de sponsors ook iets geven. En dat is zeg maar... het shirt waar wij mee trainen, een beetje eigen logo erop. Dus voorop kantoor. Ja, dat is mooi. Ja, dat kan mooi en dan heb je in ieder geval een bewijs voor de boekhouder waar je geld aan uitgegeven is. Ja, super. Alsjeblieft. Dankjewel.